Op 1 januari 2024 wordt Remote ID in Europa verplicht. In deze video vertellen we je alles over Remote ID en wat daar allemaal bij komt kijken. Remote ID is eigenlijk deels een afkorting en dat staat voor Remote Identification. Het basisprincipe en de gedachte achter Remote ID is dat het een techniek moet zijn die ervoor zorgt dat we drones die in de lucht vliegen kunnen identificeren. Op dit moment ben je verplicht om een stickertje met je exploitantnummer op de drone te doen, maar dat is natuurlijk iets wat nooit vanaf de grond of iets zichtbaar is. Net als dat bij een auto een kenteken heeft en die je op een afstand kunt lezen en kunt noteren, zochten ze naar een soortgelijk iets wat ze voor drones zouden kunnen toepassen. Daar is Remote ID uitgekomen. Het principe van Remote ID is dat de locatie en het exploitantnummer van de drone wordt uitgezonden, zodat op afstand te identificeren is waar die drone vliegt en wie daarvan de exploitant is. Er zijn twee verschillende varianten van Remote ID. We hebben direct Remote ID en netwerk Remote ID. Met direct Remote ID wordt, zoals de naam al zegt, het signaal direct uitgestuurd. Dus dat betekent dat er vanuit de drone een signaal eigenlijk continu wordt uitgezonden met de locatie van de drone en het exploitantnummer. Dat signaal kan vervolgens opgevangen worden vanaf de grond met eventueel speciale ontvangers. Maar er zijn ook al wat appjes voor verschillende telefoons waarmee je sommige van die signalen kunt ontvangen. Op die manier heb je dus een directe manier wat door de drone rechtstreeks wordt uitgezonden en wat lokaal op te vangen is om de registratie en informatie van die drone te zien. Met Network Remote ID werkt het principe net even iets anders. De basisinformatie die wordt uitgezonden is hetzelfde, alleen de manier hoe dat wordt uitgezonden is anders. Met Network Remote ID wordt het signaal niet lokaal uitgezonden, maar wordt het via het netwerk, veelal een 4G-verbinding, verzonden naar een centrale server. En op die manier kan je vanuit een centraal punt de informatie van allerlei drones verzamelen en bijvoorbeeld delen met systemen als U-Space en UTM-providers voor de coördinatie van verschillende vluchten. Op die manier ben je niet afhankelijk van een ontvanger die altijd in de buurt van de drone moet zijn om die informatie op te vangen, maar kan al die informatie van een groter gebied en een grotere hoeveelheid drones op één centrale manier ontvangen en gedeeld worden. Voor wie is Remote ID nou eigenlijk van toepassing? Nou, helaas voor bijna iedereen vanaf 1 januari. Het grote verschil is dat sommige drones dit standaard ondersteunen en sommige drones een losse module nodig hebben. We gaan eerst even inzoomen op wanneer het precies van toepassing is. We hebben natuurlijk de open en de specific categorie. Voor de specific categorie geldt eigenlijk dat alle drones daaraan moeten voldoen. Of die drone nu kant-en-klaar uit de doos komt, zelf gebouwd is of voorzien is van een C-label. Eigenlijk voor alle specifieke operaties moet je voorzien zijn van Remote ID. Voor de open categorie geldt dat in basis ook, maar zitten er twee kanttekeningen aan. Op het moment dat je een drone hebt die je of zelf gebouwd hebt of aangeschaft hebt voor 31 december 2023 en die onder de 250 gram zit, dan heb je geen Remote ID verplichting, ook niet als je die in de A1 vliegt. En aan de andere kant drones tot 25 kilo die wederom voor het einde van dit jaar zijn aangeschaft of zelf gebouwd zijn, die vlieg je in A3 en ook daarvoor heb je dan geen Remote ID verplichting. Voor alle andere categorieën en operaties heb je ook in de open categorie een Remote ID verplichting. En hoeveel doe je daar nou aan? Nou, dat verschilt een beetje per drone. Sommige drones die hebben Remote ID volledig ingebouwd. Dat heeft te maken met een software of een hardware component wat intern aanwezig is. En als we naar DJI kijken, dan betekent dat dat alle drones die op dit moment een C-klasse hebben, ook Remote ID hebben ingebouwd. Dat betekent dat je in de app alleen je exploitantnummer hoeft in te vullen, dat hoeft te activeren en op die manier volledig Remote ID compliant bent. Heb je nou een drone die dat niet heeft, maar die wel Remote ID compliant moet zijn, dan kun je die Remote ID compliant maken door los gebruik te maken van een Remote ID module. Daar hebben wij onder andere van DroneTech de Mini en de Beacon voor. En in een andere video gaan we wat dieper in over de verschillen tussen die modellen en welke jij nou het beste kunt gebruiken om jouw drone Remote ID compliant te maken. Nou, ik hoop dat je zo iets meer duidelijkheid hebt over wat Remote ID inhoudt en hoe je daar precies aan moet gaan voldoen. Mocht je daar nog vragen over hebben of de oplossing zoeken om Remote ID compliant te zijn, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in een van onze winkels.